De vereniging van inheemse dorpshoofden in Suriname, FITS, is een onderzoek gestart naar de voedselzekerheid in inheemse dorpen. Satiem Noor Salim vertelde in gesprek met onze nieuwsdienst dat het onderzoek deel is van het project Strengthening Resilience of Indigenous People to Climate Change through Climate Justice and Human Rights-Based Approach. Noor Salim, medewerker Klimaatverandering FITS, zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de effecten van klimaatverandering op de voedselzekerheid van de inheemsen. Ja, dus we gaan naar alle dorpen. Er zijn twee componenten binnen het onderzoek. Een survey, waar we dus mensen een enquête laten invullen. Het zijn dus vooral landbouwers. Maar het zijn ook mensen die affiniteit hebben met de landbouw. Mensen die bijvoorbeeld op de markt verkopen. Of planten en verkopen aan wederverkopers. Maar ook gewoon bijvoorbeeld vissers. Dus dat zijn die type mensen die we met wie we een survey doen. Dat is dus één component. En het tweede component is dus waarbij we kijken naar biologische en chemische factoren. Dat heeft dus te maken met dat we bodemmonsters afnemen en ook watermonsters. En dat gaat dus naar het lab en de consultant gaat samen met het team dan onderzoek doen naar waterkwaliteit en naar bodemkwaliteit. Noor Salim geeft verder aan dat het onderzoeksteam van FITS de inheemse dorpen in het oosten al heeft aangedaan. Daar is er voornamelijk gekeken naar de status van landbouw. Kunnen mensen nog planten? Wat voor gewassen planten mensen? Hebben ze last van virussen, plagen? Is het meer geworden? Van waar onttrekken ze hun water voor huishouden? Vele mensen hebben bijvoorbeeld geklaagd dat het water van Galibi, dus hun zwemwater, heeft heel veel chloor. Dus dat drinken ze niet. Ze hebben bijvoorbeeld al 2 maanden geen water. Dus ze gebruiken regenwater, maar als het ook niet regent, hebben ze ook geen water. Dus met dat soort factoren kijken we. En natuurlijk gaat het per regio verschillen, de status. En het uiteindelijke rapport moet van de consultant worden komen. En hij gaat dat natuurlijk zetten naast internationale indicatoren van bijvoorbeeld de FAO en de WHO over wat zij zeggen over voedselzekerheid. En gaat hij die maatstaven vergelijken met wat hier onderzocht is. Het resultaatrapport van dit onderzoek moet eind juli al beschikbaar zijn. Echter wijst Noor Salim erop dat het wat langer kan duren gezien de toegankelijkheid van bepaalde dorpen.